kwam er eigenlijk op neer. Dus het idee dat we dan hebben bedacht, dat was gebruik maken van Last.fm. Dat kent iedereen denk ik wel. Dat is een online sociaal netwerk waar dat je persoonlijke muzieksmaak op wordt ophalen van gespeelde liedjes. Die gaat die er allemaal insteken, die gaat die vergelijken en die gaat dan al moeilijke berekeningen doen. En dan gaat die een lied selecteren en dan gaat die de YouTube-variant ervan opvragen. En dan gaan we die projecteren langs de ene kant en langs de andere kant krijgen dan de interface die je straks kunt zien. Ja, zo ver stonden dus de vorige keer. Dat was dus het einde van die opdracht van Experimental Media. Dat was in november was dat. Hebben jullie nog een beetje aan verder gekregen? Twintigtal jaar in Nederland, in Amsterdam, dus een paar hacklabs. In Duitsland heb je ook een heel veel groepen die bezig zijn rond hacken en het gebruiken van digitale technologie, het gaan exploreren van technologie. En dat is zo sinds 2 jaar eigenlijk een beetje in het nieuws gekomen. Eigenlijk een paar Amerikanen die er zich achter gezet hebben, zo'n hele PR-machine opgestart. Dat zijn open ruimtes die openstaan voor exploratie en creatie in digitale technologie, maar in digitale technologie meer. En graag publiekelijk mee uitpakken. Bijvoorbeeld vorige maand, dus eind december, Berlijn is altijd een groot evenement, wel een 4000 mensen. Wat ga je dan doen? Je gaat eigenlijk een stukje van je gaat die code aanpassen en eigenlijk het verschil van die code, van de originele code en jouw code terug publiceren of terug naar de originele auteur. Opsturen, dat is een patch. Ja, dus het verschil tussen de originele en jouw versie. Dus alles is dynamisch. Als er iets jou niet aanstaat, oké, maak een patch, maak een verbetering. En en dan Moqtada el-Sadr, dat is de Shiïtische leider van de rebellen in Bagdad eigenlijk. Voor er zijn niet zoveel Italianen, zeker niet, maar Amerikanen die zichzelf opblazen voor de goede zaak. Dus in die zin kan je een soort van diversifiering maken tussen kamp A en kamp B. En dat is dan wat er ook gebeurt voor de verschillende foto's. Goed, als je die deadlist uitleest, dus dan deze lijnen code gaan eruit, want dat is ook een illustratie. En dus dan lees je bijvoorbeeld bij Airstrike, of als ik nu Suicide Bomb. Lijst van kolonies, dus je zou kunnen zeggen, ik print nu kolonies uit. Kijk, dan krijg je heel veel informatie. Je ziet daar veel te veel dingen in. Je hebt ook een versie 29 80 synthesizer, record NST. Die hebben ze 2 keer een softwareversie van gemaakt en die 2 keer erin gestopt. Verder een drumcomputer. Daarmee synthetiseer je eerst klanken met de DS10. Die stop je dan in een 4-kanalen drumcomputer. Er zit een mixertje in waarmee je live bijvoorbeeld de basdrum kunt weghalen. Laten we het daar wat omhoog. Zo.
Oh, die zit in de songboats in de commute, waarschijnlijk. Daar hoor je. Zo zit je maar eigenlijk alleen de drum. Ja.